papa heeft een spookje in zijn hoofd of zo, in die geest of zo. Maar dat hij echt opgroeit met het idee van, oh, het kan misgaan. Stel, je bent lekker aan het leven, je gaat zoveel wensen en dromen tegemoet en dan hoor je dat je doodgaat. Hoe richt je je leven dan in en met welk gevoel kijk je naar de toekomst? In Over Mijn Lijk heb ik twee mannen leren kennen die ongeneeslijk ziek zijn, maar allebei toch bewust kozen voor het vaderschap. Welkom Roy en Yegor. Roy, jou kennen we uit vorig seizoen. Jij bent de vader van Scott, die is nu bijna 3. En Yegor, jij doet mee aan het huidige seizoen van Over Mijn Lijk. En jouw zoontje Lev is nu 3,5 maand oud. Een tikkie jonger nog. En we praten straks ook nog met Lennart. Dat is de zoon van Arianne uit seizoen 6 van Over Mijn Lijk. En zij is in 2016 overleden. Vrienden, welkom. Dankjewel. Ik vind het fijn dat jullie er zijn. Kennen jullie elkaar van Over Mijn Lijk? Volgen jullie elkaars verhaal? Heb jij gekeken vorig jaar? Jij dit seizoen? Ik heb wel even gekeken. Ja. Maar na twee afleveringen ben ik afgehaakt. Ja. Omdat ik zelf niet echt heel fijn bericht heb gekregen. Nee. Toen had ik zoiets van, ik laat het even voor wat het is. Ik ga het wel weer oppakken. Ja, ga je het wel weer oppakken? Ja. Heb je er weer ruimte voor? Ja, ja, ja. Ik ga zo even naar dat niet zo fijne bericht. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dan heb ik een beetje gejokkenbrokt. Want ik had gezegd tegen de cast van Over Mijn Lijk dat ik de hele seizoen had gezien van de vorige keer. Maar dat heb ik helemaal niet, want inderdaad, toen ik ook zijn stukken ging kijken, volgens mij heb ik ook twee afleveringen toevallig gezien. Toen dacht ik, fuck, ja, lijkt wel heel erg veel. Ik bedoel, ja, ik dacht, laat maar, ik kijk later wel. En volgens nooit later meer gekeken. Nee. Dus dat moet nog steeds. Dus oké, ik ga ervoor zitten. Ja, kun je daarna even appen. Ja. Goed gezegd. Ja, oh ja, ervaar je dat zo? Nou, we kunnen vandaag misschien een beetje een voorschot nemen. Ja. Heel even, Roy, je zegt, ik kreeg niet zo goed nieuws. Hoe gaat het nu? Ja, eigenlijk niet goed en niet fout. Dus ik zit er een beetje tussenin. Het is een lange tijd heel goed gegaan. Ja. Ook heb wel een stabiele scan gehad. Ik heb net voor een paar weken geleden weer een scan gehad. En daarin is uitgekomen dat er net iets buiten de tumor weer wat opgelicht is. Ja. Dus weer een soort van, ja, of een nieuwe tumorgroei. Het is een of-of verhaal, dus 50-50 verhaal wederom. Mm. Of het kan een restschade zijn, doordat ik een protonen therapie heb gehad, ja, mijn chemo. Ja. Of mijn bestraling. Ja. Dat komt het wel eens voor dat, dat daar restschade wel eens een keer komt, dat er dingetjes opploppen in het hoofd. En daar gaan we eigenlijk vanuit. Dus daarom moet ik over 4 maandjes weer te scannen om te kijken van, is dat weg? Of, want dan verdwijnt het ook weer. Ja. En als het niet weg is, dan is er een nieuwe tumorgroei. Godsamme, man. Ja. Ja. Maar ik voel me overigens goed. Dat was mijn volgende vraag. Je ziet er ook goed uit. Ja. Maar dat zegt niks over... Nee. Maar je ziet er niet vermoeid heel erg uit. Je komt goed uit je woorden. Zo ervaar ik dat nu. Ja, voelt het voor jou ook zo? Ja. Yegor, met jou, ja, ik vraag een beetje naar bekende weg. We hebben elkaar onlangs nog gezien en het seizoen Over Mijn Lijk is net geweest. Maar ja, geen nieuws. Ja, in de zin van geen nieuws, het groeit weer. Dat is natuurlijk het enige, maar het groeit wel zodanig langzaam nu deze keer gelukkig. Ja. Ten opzichte van de vorige keer dat ze zegt van oké, we doen nu eventjes niks. We gaan het gewoon in de gaten houden. Dus ja, ook spannend. Ja. En ik herken trouwens ook heel erg van wat je zegt in bepaalde situaties dat je last krijgt van je spraak. Je precies hetzelfde, hoor. Dus ja. 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 Nou, ja, natuurlijk was het een beetje op dezelfde plek. Dus waarschijnlijk hebben we ook een beetje dezelfde symptomen. Ja. Jullie aan het eind van het gesprek praten jullie sink. Ja, we zijn ook broers, hè? Nogmaals. Jullie hebben te kampen met die ziekte. En te kampen met dat een arts heeft gezegd, je bent opgegeven. Nou, dat een lange weg is, dat weten we. En jullie hebben ook dus allebei de keuze gemaakt om een kind te nemen. En jullie hebben mij al een keer verteld over die kinderwens in het programma en de overwegingen. En laten we heel veel luisteren naar een stukje waarin jullie dat doen. We denken ook echt wel aan kinderen. En dat zijn wel gesprekken die je met elkaar voert. Ja. Wat als het dan wel fout gaat? Ja. Jullie willen een kind? Als het gegund is, zou dat heel fijn zijn. Ja. Zijn jullie daarmee bezig? Ja. Spannend. Ja. Extreem, ja. Ja. Je hebt toch een soort van tijdsdruk of zo, voel je toch wel? Ja. Ja. Want die kan, ja, stel je voor, het komt weer terug, ja. Nou, je weet het niet. Misschien leeft hij nog 30 jaar. Misschien, wat je zegt, het zou ook zomaar kunnen zijn dat je wel slecht nieuws krijgt over een half jaar. Ja. Ja. Het is echt een hele moeilijke keuze. Ja. Maar ja, anderzijds, ja, moet je het dan niet doen.
En jullie kijken nog wel in de toekomst, toch? Ja. Yes. Ja, want ik hoorde jou al opgooien, kind. Ja, ja, als dat zou mogen. Ik weet dat het gevoelig onderwerp bij heel veel mensen is. Nou, ik weet ook niet of dat voor ons weggelegd is. Maar het zou wel een heel mooi volgende stap zijn van ons. Ja. Ja. Daar zijn jullie serieus in ook? Ja, ja, absoluut. Ja. En dat is ook wel een beetje een dingetje. Omdat je weet dat je kiest daar op een gegeven moment wel voor. Mm. En je bent wel ongeneeslijk ziek. En stel dat Aniek zwanger zou raken. Ja, goed. Hoe ga je dan met je leven verder? Ja. Stel dat ik het komt te overlijden. Ja, heb je een zoontje of een dochtertje. Ja, ja, oké. Okay. Die blijft wel alleen met de moeder over. De kinderwens. Ik zit nog even te denken, bij jullie allebei overigens, ik heb dat met jullie besproken, wil een kind. Nou, ik heb echt bij allebei, was het volgens mij zo dat jullie daarna, nadat wij weg waren met de kamer, naar de slaapkamer zijn gegaan en raakgeschoten. Want het was ja, zo ongeveer wel, ja. Het was zo ik snel raak. Ik kan me heel goed herinneren, dit interview was tijdens de bruiloft. Ja. We hadden sowieso al een kinderwens voordat ik ziek werd. Ja. Alleen, ja, weet je, we hadden zoiets van... Je gaat gewoon eerst je leven leiden. Je gaat eerst, ja, ik wil niet zeggen carrière maken en dat soort dingen. Een kindje komt op het moment dat het daar, ja, op het moment dat het dat er rijp daarvoor is, zeg maar. Ja. En ja, goed, toen werd ik natuurlijk ziek. En dan, ja. Dan heb je dus inderdaad ook over die kinderwens. En precies hetzelfde wat Jigger al in het fragment ook zegt. Van ja, de tijd begint wel een beetje te dringen, die kant. Dat hadden wij dus ook, omdat ik ging het ziekenhuis in. En daar werd inderdaad ook een kinderwens besproken. Omdat ik zou aan de chemo's kunnen gaan. Ik zou bestraald kunnen worden. Dat soort dingen. Ja, we weten allemaal dat het ook heel slecht is voor het mannelijke gebeuren. Ja, zeg voor maar. Je potentie. Ja. Dus we hebben er ook gelijk allemaal stappen in ondernomen. Omdat we echt wel die kinderwens hadden. Alleen ja, we wisten nog niet wanneer. Nee. En ja, ik wil niet zeggen of we nou echt van een oude stempel zijn. Maar we hebben altijd al iets gehad van... Ja, wij willen eigenlijk eerst trouwen... voordat we überhaupt aan kinderen gaan beginnen. En dat hebben jullie toen gedaan? En inderdaad, wij zijn, we zijn getrouwd. Daar was jij getuige van, inderdaad. Zeker. En we voelden ons goed. Alles ging goed. De uitslagen waren goed. En we hadden fuck it. Laat maar doen. Ik weet nog dat jij mij... Nee, natuurlijk ken je dat verhaal niet. Ja. Ik sta op een draaidag met Francis. Die is pas overleden. Wij draaien. En toen word ik op een gegeven moment van die set gehaald. En dat was mij ook nog nooit overkomen. En toen zei Robin, dat is de regisseur, die zegt... Tim, je moet nu even bellen met Roy en Aniek. En... Ik denk, bellen met Roy en Niek. Het is het programma over mijn lijk. Ja, en wij spraken elkaar best geregeld al. En ik denk, tering. Ik heb het wel eens eerder gehad namelijk. Moet ik dan nu aan de telefoon afscheid gaan nemen of zo? Ik denk, Roy gaat hartstikke dood. Straks. Dat dacht ik. Jij vindt het grappig. Kijk, we zitten lachen hier. Ik naar buiten. Camera erbij, ga maar facetimen met ze. Maar niemand had even tegen mij gezegd wat er aan de hand was. Want Roy gaat niet dood was genoeg geweest, zeg maar. Ja, met een hele depressieve bek. Ja, echt. Ja, ik bel hem. Wat is er? Zij zo. Rustig, niks aan de hand. We krijgen een kind. En ik zo, god. Nou ja, ik ben een beetje zenuwachtig. Ik begreep dat ik even moest facetimen met jullie. Ik hoop dat jullie alle goed. Alles goed daar? Dat zullen we wel gelijk vertellen dan. Ja. Wat fucking leuk. Ik denk, er is iets niet goed. Alles gezond? Alles op dit moment gezond, ja. Nou, wat fantastisch. Je hebt ook wel inderdaad bij woord gevoegd. Jongens, ja, je kent het programma ook. Ja. Ik denk, er is iets niet goed. Maar dit is meer leven, goed nieuws. Ja, dat zeg je heel mooi. Ja. Het is meer leven. Ik ben dubbel opgelucht. Ja. Fijn. Ja. Ik ben blij voor jullie. Volgens mij was ik eerder geïrriteerd dan klinkt blij. Een beetje als Robin's humor ook wel een beetje. Om jou dan in donker te laten. Nou ja, het was gewoon niet... Het was gewoon snel en het was... Oh mijn god, jongen. Dus, maar echt puur. Echt puur. Het was wel heel echt. En daar doe ik het voor. Ja, nee, zeer zeker. Maar het was dus goed nieuws. Jullie kregen een kind. Oh, ja.
Wat een dag was dat, jongen. Dat was geweldig. Ja, weet je nog, en ga ik even naar jou, Jegor, dat jij voor het eerst uitsprak, ik wil een kind. En dat je dat uitsprak toen je al ziek was. Ja, dat weet ik heel erg goed. Want in het programma is ook te zien dat ik uiteindelijk natuurlijk bij die Franse arts zit. En ja. Ik weet nog heel goed dat ik toen, we zaten ook een beetje net zoals Roy met deze in de fase. We hadden alle twee wel een kinderwens. Maar die was bij mij ook al extra aangewakkerd door Daisy. In de zin van dat ik ook realiseerde, ja, maar waar ben ik eigenlijk voor op aan het wachten? Wat is het nou? Ja. Je hebt altijd wel een excuus, zeg maar. Ja. En het leek ons sowieso echt prachtig. En toen zei die Franse arts, zei nog echt letterlijk zo tegen mij in de wachtkamer, zei, je moet echt nu beginnen aan lange termijnsprojecten. Want voor je het weet, groeit het weer keihard en dan is het te laat. Ja. Dus we beginnen nu lekker aan. En toen, ja, dat heb ik even laten bezinken. Ja, en uiteindelijk toch dan de beslissing gemaakt na heel wat twijfel. Maar daar zullen we zo meteen vast wel opkomen ook nog. Om het toch te doen. Ja. En toch te gaan proberen. En toen waren we hier langsgekomen. En toen heel snel daarna was het toch gelukt. Ja, ik ben een soort glijmiddel. Ja, dat denk ik wel. Ik weet het niet. Hey, in hoeverre hebben jullie de omgeving meegenomen in die besluitvorming? Hoe werkt dat? Heb je het daar nog even met je moeder over? Of jullie met je ouders over? Of met vrienden? We hebben überhaupt gewoon alleen maar met z'n tweeën over gehad. Ja. In het begin gewoon, weet je, wij staan erachter. En wat er ook gebeurt, ook al gaat het niet over een kind of over andere zaken. Als wij erachter staan en wij willen het, dan doen we het zo. Ja. En daar heb ik geen andere mensen bij nodig. En ja, tuurlijk, je overlegt natuurlijk wel met je ouders. Maar meer in de zin van, ja goed, stel dat ik er niet meer ben en de kleine is nog echt heel klein. Of misschien wel wat groter. Maar wat doen we dan? Weet je wel? Wat was het voor gesprek? Met wie heb je dat gevoerd? Nog heel goed, weet ik nog, met mijn ouders. Maar ook heel goed nog met de ouders van Aniek. En die stonden allemaal wel van, ja weet je, we staan gewoon 100% achter jullie. En dan laat de kleine maar bij ons komen, weet je wel. Je moet er wel mensen achter hebben staan. Want ja. Als dat hun voelt dan toch wel fijn. Ja, absoluut. Ja. Want ik vind wel, als je dan voor zo'n, het is wel, je kiest wel voor een nieuw leven. En als je dat alleen maar met z'n tweeën besluit en niet overlegt met naaste familie. Ja, ik wil niet zeggen egoïstisch, maar ja. Het is, ja, ik weet niet, ik vind altijd wel van, ja, er moet wel iemand achter staan die kan ondersteunen op het moment dat het echt nodig zou moeten zijn. Ook op het moment dat ik wat zieker zou gaan worden bijvoorbeeld. Ja. Nou weet ik niet of Aniek alles wel alleen aan kan. Als ik kijk hoe Scott nu is, dan wordt Aniek werkt natuurlijk ook. Het is natuurlijk ook die heeft ook eigen zaken en zo. Nou, twijfel ik niet aan Aniek, maar ik kan me voorstellen dat je wel dus een gek gesprek moet hebben met je ouders dan. Lijkt me heel. Ik ga dat gesprek natuurlijk en niet hebben. Even afkloppen. Nee. Van pa, ma, luister. Ik krijg een kind. Als ik dood ga, willen jullie het dan doen? Dat is eigenlijk, weet je, wat je zegt. Ja, een beetje kort door de bocht. Ja. Ja. Ik snap heel goed waar je vandaan komt. Maar ik moet zeggen, ik ben wat meer opgevoed met het komt wel. Dus wij hebben helemaal geen gesprek eigenlijk gehad met ouders. Maar het enige wat wel natuurlijk is, wat ik wel had, is een beste vriend die altijd zei van, we staan altijd voor je klaar. Dus ja, in die zin is dat eigenlijk al een soort van bevestiging. Daar hoef je niet nog een toestemming te vragen, bij wijze van. Maar heb jij zo'n gesprek gehad met je vrienden? Ja, met mijn beste vriend nog echt een paar maanden voordat Daisy zwanger probeerde te worden. En toen zei ik van, ja, het kan natuurlijk zo zijn dat ik zo meteen wegval. En zorg je dan voor me? En toen hebben we eigenlijk alles praktische zaken hebben we toen geregeld qua geld en qua hoe die dat dan zo regelen. Met, ja, joh. Ja. En we hebben die beste vriend ook en zijn vrouw gevraagd om, god, hoe heet dat? Ik ben even het woord kwijt. Peetvader? Ja, peetvader en moeder te worden. Ook om diezelfde reden. Maar verder met niemand over gehad. Want ik heb ook wel zoiets van, ja, ik snap wat je bedoelt met dat egoïstische. Dat snap ik wel heel goed. Alleen ook wel van, het komt ook wel weer goed. Ja, nee, dat is inderdaad ook zo. Maar het is ook geen toestemming vraag of zo. Hè? Het is nee, dat begrijp ik. Ja. Ja, mag ik een kind? Nee. Wij gaan voor een kindje. En ja. Hoe staan jullie daar tegenover? Wat kan je verwachten misschien? Wat kun je verwachten? En weet wel, als wij hiervoor kiezen dat. Kijk, hun hebben er ook niet voor gekozen dat ik ziek ben geworden. Ja, ik zelf ook niet natuurlijk. Nee. Dus het leven is al heel anders geworden. En op het moment dat je dus zelf gaat kiezen voor een kind, kan het leven wederom
weer anders gaan worden. Ja. Dus ja, daarin hebben we gewoon ja, over gepraat. Zo moet je het eigenlijk, eigenlijk zien. Heb je wel eens gemorrel gehoord uit jullie omgeving? Dat mensen zeiden... Ik weet dat Aniek het wel eens wel een beetje gekke vragen daarover kreeg. Maar van joh, zou je dat nou wel doen? Of oh, dat vind ik echt niet kunnen. Of, nou, ik heb het nooit gehad. Maar nu wel na de aflevering wel echt veel negatieve, veel negatieve reacties. Wat is het? 5 of 10 mensen die dan zeggen onder je bericht notabene... waarin staat al kind hebben, oh, zou je dat dan wel doen? En ik ben mijn eigen vader verloren of mijn man verloren. En ik wil me niet mee bemoeien, maar ik zou het niet doen. Ja, dan bemoei je er al mee natuurlijk. Ja. Dus ik heb dat wel gehad, maar dat is wel achteraf. En van tevoren heb je natuurlijk heb je die discussie ook vaak. En dan lees je op internet veel negatieve reacties al. Ook zeker omdat vanuit de onderzoeksliteratuur... het is natuurlijk ook niet heel erg goed voor een kind om zonder vader op te groeien. Dat weten we. Dus daar twijfel je wel over, maar niet toen we het bekend maakten dat ze zwanger was, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe dat voor jou was, maar... Aniek heeft toen destijds wel eens een keer gehoord van... ja, weet je, zou je dat wel doen, weet je wel? Zou je wel voor een kind kiezen? Maar ja. Achteraf gezien waren dat misschien ook wel de mensen die ook zelf geen kind hadden... of misschien ja, bepaalde gevoelens hadden, denk ik. Ander soort frustratie misschien. Dat, ja. Die kant op. Ja. Maar bij ons alleen maar, ja, mensen vinden het gewoon helemaal geweldig. Ja. En slechte reacties, wat Diego zegt, ja, moeten wij huwelijk, ja, dan moet ik echt afkloppen, maar nooit gehad. Wij krijgen alleen altijd 100.000 berichten van wanneer komt de tweede. Oh, echt? Ja. Nou, en hebben jullie het daar wel eens over, allebei? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, absoluut. Ja, nee, we hebben er allebei over gehad. Wanneer komt de tweede? Die komt er niet. Okay. Tenminste, voor nu niet. We hebben echt gezien van, ja, weet je, het is zo mooi nu met Scott. Ja. Hij maakt het leven compleet. En als ik dan ook zie, het ging een tijdje natuurlijk heel goed. En toen hadden we dus inderdaad van, ja, het zou misschien een tweede dan... Ja. Mooi zijn. En dan krijg je bijvoorbeeld nu een slechte bericht. En dan kijk je elkaar aan en denk je van, ja, weet je, waarom zullen we in godsnaam nu het hele riedeltje overnieuw gaan doen, terwijl je gewoon weet dat er dus ook daadwerkelijk nog weer een slecht bericht kan komen. Ik vind dat wel pijnlijk om te horen. Iedereen is natuurlijk anders en iedereen die denkt anders. Dan. Ja, grotendeels hetzelfde hoor. Maar het komt denk ik ook vanuit het feit dat wij gewoon merken dat ik minder zorg aan kan dan Daisy. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is, maar ja, onder andere door die anti-epileptica, als ik gewoon moe word, dan word ik een soort van... begin niet te hallucineren, maar gewoon heel vreemd na te denken. Ik herken mezelf dan niet. En dan de neuroloog die zegt van, je moet vooral niet die nachten doortrekken als je een kind hebt. Dus Daisy doet dat over het algemeen altijd. En dan merk je gewoon hoe zwaar dat is. En wij hebben, ja, ik weet niet hoe het met Scott is, maar Lef is, die heeft een, ik weet niet of het vader moeders karakter is of beide, maar die heeft echt wel zijn eigen willetje nu al. En het is gewoon niet het makkelijkste kind om op te voeden. Dus ja, voor een tweede, het zou misschien ooit heel mooi zijn, maar inderdaad wat jij zegt, waarom zouden we nu al gewoon hartstikke mooi van genieten? En dat doen we nu ook eindelijk. Ja. En zo inderdaad, het zou een beetje als een soort fabriek aanvoelen of zo, als je nu al voor de tweede zou gaan. Mocht er ooit een hele mooie behandeling zijn en we zijn helemaal genezen, dan staat de deur wagenwijd open. Je neemt een kind ook om alle liefde en alle lessen uit het leven. Je doet het om iets moois en niet om het kind hebben, zeg maar. Nee. Snap je wat ik bedoel? Je doet het omdat... Ja, precies wat hij zegt. Ja, het is echt een liefdesbaby. Ik heb een fragment en dat sluit er een beetje op aan. Daar vertellen jullie over wat een kind nou eigenlijk biedt. Natuurlijk heel veel over ziekte en dood gegaan en nu met een kind erbij. Maar welke plek heeft jouw kanker en mogelijk overlijden nu dan binnen het gezin? Goeie vraag. Ik denk, op het moment dat het kind er niet is, dan ga je mee in de waan van de dag. Hè? Ja. Dus je hebt een scan en daarna ga je weer door met werken en probeert te vergeten. Dat lukt niet altijd. Maar je voelt ook niet zoveel levensdruk of zo. Dus op het moment dat je slechte scan krijgt, tenminste zo werkt het bij mij, dan heb ik ook echt zin om te leven. Dan wil ik niet stoppen met leven. Ik wil gewoon door en ik krijg de energie. En die energie, zeg maar, die je dan voelt, die voel ik nu met hem. Elke dag. Ik denk dat dat het is. Gewoon die levensenergie heb ik gekregen. Zo voelt het voor mij gewoon. En je leeft voor iemand anders. Ja, dat is het. Nou, kijk dit dan. Dat is wel geweldig. Als ik haar zo zie lopen met de kinderwagen en dan met Scott erin. Dat is toch helemaal mooi. Ja. Ja. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Want je bent getrouwd. Goed nieuws, slecht nieuws. Kind gekregen, chemobestraling. Ja. Zoveel. Ja, we gaan alle kanten op. Maar ik denk wel dat het mooiste moment is, denk ik, toch wel Scott.
En ik denk wel dat de vruchten mooier is in totaal dan alle stomme dingen, zeg maar, wat we mee hebben gemaakt. Ja. Ja. Wat ik heel leuk vind aan die instart net is dat jullie heel positief en optimistisch klinken. En we zitten in het programma over mijn lijk en het gaat veel over de dood en de hersentumor. Maar ik wilde heel even proberen te benadrukken met jullie waarom het nou zo leuk is om ook in deze fase van je leven een kind te krijgen. Kunnen jullie dat eens omschrijven? Wat brengt dit? Wat is het positieve wat je hier aan voelt? Neem eens mee. Ultieme verantwoordelijkheid voor mij. Ik denk dat het positieve is. Want ja. Uit die ultieme verantwoordelijkheid voel ik levensenergie, zoals je net in dat fragment hoorde. Want het gaat niet meer om mij. Dus ook al voel ik mij heel slecht door tumor of weet ik veel, door andere zaken. Ja. Het gaat niet meer om mij. We gaan gewoon alleen maar voor hem. En dat geeft zoveel vreugde. En al dat hedonistische, al dat oppervlakkige, is allemaal weg. Zo, ik voel me zo rijk. Alleen als je hem al ziet slapen. Kind in je armen. Ja. Is het wat je hoopte? Veel meer dan dat ik hoopte. Ja. Ja, absoluut. En ik vind het gewoon echt gewoon heel fijn dat ik er gewoon ook elke dag gewoon met hem ben. En dat ik hem gewoon echt van kleins af aan tot nu zo lekker aan de hand mee kan nemen. En ja, dat is zo, zo geweldig mooi. En ja, dat doe je vol liefde. Dat is gewoon elke dag weer. En dat is gewoon, dat is zo mooi aan een, bijvoorbeeld nu aan Scott, maar gewoon aan überhaupt aan een kindje. Ja. Hoe mooi is het om die nalatenschap te hebben eigenlijk. Ja. Is dat gevoel urgenter geworden, nalatenschap? Misschien in de weet dat je er zelf over een paar jaar niet meer bent? Ja, bij mij wel. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat mijn vader natuurlijk is overleden. En mijn moeder heeft dan nu wel weer een vriend. Maar toch voel je ook wel een soort van verantwoordelijk om ook een kleinzoon aan haar te gunnen. En dat is gewoon prachtig. Dat is precies wat jij zegt. Als je hem ziet huilen of maakt niet uit, blij, slapend. Het is gewoon jouw kind. En hij ligt daar en hij is afhankelijk van jou. Eigenlijk vergeet je de zorgen. Dat is het. Ja, is het zo? Ja. Ik denk dat je meer de zorgen vergeet op het moment dat je zorgt voor je eigen kind. Ja, omdat het kind is toch belangrijker dan. Dat is op dat moment gewoon het meest belangrijke. Ja. En tuurlijk, ik heb ook echt wel mijn slechte dagen. Maar door hem voel ik me gewoon, tussen aanhalingstekens goed. Je pakt je laatste energie, je gaat nog even door, omdat je gewoon inderdaad voor hem wil zorgen. Wat Jigo ook zegt. En dat is gewoon, dat is heaven. Dat is gewoon, In hoeverre beïnvloedt een hersentumor hebben, of weten dat je dood kan gaan, beïnvloedt dat vaderschap? Bij mij in het begin heel erg, maar dat was steeds minder. En hoe merk je dat dan? Wat wij nu net ook al over hebben gehad, een stukje praten bijvoorbeeld. Ik heb qua energie en dergelijke, dat ik soms mijn spanningsboog soms even wat korter is. Ja. Terwijl je wel echt ook vol energie en echt goed door moet blijven gaan. En dat merkte ik ook heel erg. Dat heeft Aniek ook gewoon heel erg gemerkt. En dacht van, weet je, omdat Aniek natuurlijk ook heel druk is met de zaak en ik eigenlijk non-stop voor Scott zorg. Dat maakte mij op een gegeven moment wel dat ik zoiets had van, wacht even, dit wil ik niet zo door blijven doen. Want dit is gewoon niet goed, zeg maar. Ik voel me gewoon, ik was gewoon echt op het moment dat Aniek thuis kwam. Ja. En daarom ben ik ook mede daardoor. Kijk, ik kreeg een kortelontje, dat soort dingen, weet je wel. Maar goed, het is allemaal een combinatie van en de hersentumor en de medicatie en natuurlijk de drukte om je heen. En daardoor ben ik dus inderdaad in een revalidatietraject terechtgekomen. Ja, dat weet ik nog. Dat heeft mij zoveel gebracht. Dat is niet meer normaal. Dus ik heb nu totaal eigenlijk geen... Nu geen beperking? Geen beperking, nee, absoluut niet. Nee. Ja, natuurlijk, dat zijn wel kleine dingetjes natuurlijk, maar weet je, in mindere mate, zo moet het eigenlijk zijn. En jij, Jegor? Vrij weinig nu. Het enige wat wel, waar we wel veel over nadenken, is wanneer ga je... Ja, nu kan je natuurlijk sowieso alles vertellen wat je wil, maar op een gegeven moment dat hij al wat dingen gaat begrijpen, wanneer ga je... hem wat meegeven dat papa ziek is. Nou, dat wilde ik vragen. Wanneer, dat voelde ik al aan. Wanneer ga je dat vertellen? Papa is ziek of... Ja, ik vind dat vind ik wel echt moeilijk om over na te denken, om eerlijk te zijn. Want er komt ooit een moment en die... Bij jou is Scott dan natuurlijk wat ouder. Maar ik denk, je bent nu al hartstikke veel boekjes aan het lezen. Maar volgens mij zijn er ook heel veel boekjes speciaal voor ouders die kanker hebben. Ja.
om een soort van papa heeft een spookje in zijn hoofd of zo, in die geest of zo. Maar dat hij echt opgroeit met het idee van, oh, het kan misgaan. Maar goed, aan de andere kant, een kind kan dat ook niet. Ik weet niet, ik vind dat een moeilijke vraag, hoor. Ja, heb je erover nagedacht wel eens? Ja, zeker. En waar kom je dan op uit? Je bedoelt hoe nou, wat ga je doen? Nee, ik denk, ja, je stelt een goede vraag. Ik denk dat je gewoon vanaf het begin helemaal eerlijk moet zijn. Ja. Dat is eigenlijk mijn hele credo, ook in het leven geweest. En dat is nu ook weer met het kind. Wees eerlijk en oprecht. Ja. En zeg gewoon vanaf het begin. Dus ga er gewoon met hem over praten. Kijk, als hij 3 is of zo, misschien is dat nog te vroeg, zeg maar. Maar op een gegeven moment moet je ermee over praten. Ja. Volgens mij heb je daar in Nederland ook hartstikke veel hulp voor. Je hebt kinderpsychologen. Ja. Je moet er gewoon ermee doorgaan. Ik vind het een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, snap ik. Ja. Ja, want om eerlijk te zijn, dat moment dat het ooit echt actueel wordt als in papa kan doodgaan. Ja. Ja, die... Dat is heftig iets. Ja, om over na te denken, ja, überhaupt. Ja, absoluut. Ja. Op een of andere manier schuif je dat ook soort van weg. Ja. Van, dat kan niet gebeuren. Het kan wel gebeuren dat het echt erger wordt en je heel erg ziek wordt, maar overlijden? Dus heb je mee... Zometeen in de rit naar huis even goed over nadenken nog. Sorry. Ja, je hebt een goede vraag gesteld aan Jigar. Maar goed, jij heeft natuurlijk al meegemaakt natuurlijk. Eind april was hij 3. Ja. En natuurlijk, hij praat heel veel. Alleen echt de bewustwording is er nog niet. Dus ja, zullen we nu al echt al beginnen daarin mee? Nee. Alleen ja, goed, op het moment dat we naar het ziekenhuis heen gaan en dat soort dingen. Ja, ja. Weet je, we nemen hem gewoon mee, weet je wel. We laten het ook gewoon allemaal wel zien en zo. Maar we benoemen het nog niet echt. Dus nee. Hij zit wel bij ons mee in de trein, zeg maar. Dus hij gaat wel gewoon met ons mee, zeg maar. Alleen we benoemen het nog niet echt. Maar het zou kunnen volgend jaar als hij 4 wordt. Of ja, jaar als hij begint te vragen, inderdaad. Ja, tuurlijk. Dan praten we daar gewoon open en eerlijk. Want precies wat Diego zegt. Gewoon, ja, weet je moet altijd eerlijk blijven en altijd... Maar er komt dus een punt dat je een soort slecht nieuwsgesprek moet gaan hebben met je kind, zoals een arts dat met jullie had. Ja, dat klopt. Maar papa gaat dood. Ja, maar ik denk wel dat... Kijk, als ik dat nu aan Scott zou moeten vertellen, dan weet hij niet wat het is. Nee. Maar als hij 5 is... Alleen als hij 5 is wel. Ja. En natuurlijk, ik hoop natuurlijk dat ik dat van harte dat nog aan hem kan gaan vertellen. Ja. En ik hoop eigenlijk dat ik het nooit aan hem en aan hem hoef te vertellen. Ja. Daar gaan we eigenlijk voor. En iets praktischer. Hoe zitten jullie met erfelijkheid? Nee, die zitten bij mij... Ik denk bij jou voor me ook niet hetzelfde manier. Het is pure pech wat ik heb gehad. Ja, dus jullie hoeven dat niet te gaan vertellen aan je kind van nou... Nee. Oh, dat scheelt wel echt. Nee. Ja. Ja. We gaan straks nog praten met Lennart. Zijn moeder zat in Over Mijn Lijk, jaren geleden. Maar ik wil eerst voor jullie nog weten... Ik kan me ook voorstellen... Dat is een beetje een aanname... Dat als je zo jong bent als jullie en een jong kind hebt... En ook de ziekte die je hebt, dat iets is wat je vrijwel alleen beleeft. Hoe bedoel je dat? Nou, volgens mij kennen jullie niet nog 5 anderen. Nee. Toch met een kind en een hersentumor. Dat bedoel ik. Dus je zit hier nu naast elkaar, maar dat is ook best wel uniek volgens mij. In hoeverre voel je je dan onbegrepen of een beetje eenzaam in het vader zijn in zo'n situatie? Ja, ik persoonlijk helemaal niet, om eerlijk te zijn. Oh, fijn. Ik heb dus altijd zo'n antwoord. Totaal. Ik weet natuurlijk niet hoe een vader zich voelt die niet ziek is. Nee. Ja, en je hebt nog 100.000 andere dingen die je kan hebben. Ja. Ja, dus misschien rationaliseren we het weg, maar het is toch zo? Jij zegt eigenlijk slechte vraag van mij. Nee, helemaal niet. Maar ik kom uit een land waar volgens mij meer dan de helft is de alcoholist, de vader of een crimineel of iets in die geest. Dus in die zin heeft hij best goed getroffen, toch? Ja, dat is ook een manier om naar te kijken. Ja. Nee, zeker. Ja. Ja. Ik denk juist dat het kind heeft misschien extra veel liefde nu. Ja, dat denk ik. Omdat je bent... Ik zeg niet dat je snel doodgaat of wat dan ook. Maar doordat je weet dat je ziek bent... ga je juist een stapje extra doen. Je staat stil bij het leven. Het leven is eindig. En dat weten we nu. Omdat we niet over allemaal onzinnige oppervlakkige dingen over hoeven nadenken. Maar alleen over de diepte. Dus hij voelt inderdaad meer liefde. Ja, ik denk dat denk ik misschien juist nog mooier is. In plaats van dat je zegt van ja, ga maar lekker even vandaag naar de peuterspeelzaal. Omdat ik papa moet werken, bij wijze van spreken. Ja, precies. Nee, papa is lekker thuis bij jou. We gaan allemaal leuke dingen doen.
Dat is toch veel mooier voor ja, mijn kind. Nou, ik leef helemaal op van dit ja. antwoord. Ja, wat een fijn antwoord. Ja. Daarmee gaan wij naar Lennart. Die sluit aan. Lennart is de zoon van Arianne. Die zat in die overleed in 2016 aan de gevolgen van uitgezaaide baarmoederhalskanker. Zij zat ook in Over Mijn Lijk. Echt gaaf. Ja? Echt vet. Zag je dat niet? Ja, ik zag dat je behoorlijk hard ging. Ja, ik ging best hard, ja. Het was echt zo gaaf. Je voelde echt helemaal... Ja, je hele lichaam. Ja, ik voelde gewoon was gewoon een kick. Het een adrenaline rush? Ja. Hey, vanwaar wilde je zo graag in een auto als deze rijden? Ja, gewoon dat gevoel wat je dan krijgt. Even aan niks te hoeven denken. Even los van alle ellende. Lennart, welkom. Ja, dankjewel. Tegenover jou, Yegor. Roy, ja. Yegor, Lennart. Aangenaam. Aangenaam. Ja, eigenlijk de andere kant van het verhaal. 8 jaar geleden overleed jouw moeder. Jij was 13 toen? 14. Ik heb hier 14 staan. 14, ja. Hoe gaat het nu met je? Goed. Ja. Het is natuurlijk al een tijdje terug nu. En het is af en toe nog steeds wel lastig natuurlijk. Want er gaat geen enkele dag voorbij dat je er niet aan denkt. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed. Ik heb ook een dochtertje van 3. Dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ja. Zeker weten, ja. Ja, ik denk voor jullie ook wel fijn om te horen. Het leven kan doorgaan. Ja, het leven, ja. Nou ja, goed. Daar gaan we straks nog even uitgebreider over te hebben. Er staat hier een foto van jouw moeder naast mij. Ja, mooie vrouw, hè? Laten we eerlijk zijn. Nou ja, voor jou. Volgens mij lijkt je maar een klein beetje op. Ik heb natuurlijk ook gekeken. Het was een heel, hoe zeg je dat, levendig energie. Ja, mijn moeder was zo, ja, lekker gek. Ja. Ik heb er niet van de vreemde, zeggen ze altijd. Dus mijn moeder zat ook zo positief in het leven. Ja. En dat is ook wel echt iets wat ik zelf ook mee heb genomen nu. En dat probeer ik ook echt aan mijn dochter ook mee te geven. Ja. Want het is natuurlijk gewoon eigenlijk, om maar grof te zeggen, gewoon kut dat mijn dochter nooit mijn moeder gaat zien. Ja. Dat is echt wel lastig. Dat begrijp ik, ja. Ja. Voor allebei. Zeker, ja, zeker weten. Ja. We hebben een fragmentje. Daar moet ik alvast bij zeggen, dat is best wel een zwaar fragmentje. Jij vertelt Valerio in het programma. Klopt. Over toen je hoorde dat jouw moeder ging overlijden. Ja. Valerio vraagt het aan jou. Laten we daar heel even naar luisteren. Ja. En hoe lang weet je al dat je moeder ziek is? Best wel lang, toch? Hoe lang? Vanaf vorig jaar, maar toen was ik natuurlijk nog beter geweest, dachten we. En nu vanaf eind april, begin mei. Toen werd ik... Ik was op schoolplein, ik was uit. En ineens kwam mijn buurvrouw, die zei dat ik heel snel moest komen. Mm-hmm. Toen kwam ik hier, het stond mijn oma, mijn moeder, in mijn moeders kamer. En toen zei ik, mam, ga je dood? En toen zegt ze, dit kan. En hoe vond je dat om te horen? Ja, dus heel erg schrikken. Ja, ik hoop dat ze 100 wordt, maar ik hoop het echt. Dat is eigenlijk een beetje waar wij het over gehad hebben ook. Ja. Als je kind de notie van krijgt dat je gaat overlijden. Ik vind het ook een soort van, sorry dat ik je onderbreek, maar een soort van confronterend ook. Ja. Ja, ja? Want hoezo? Nou ja, ik ben heel erg bang dat mijn kind zometeen zo over mij praat. Ja. Ja, dat snap ik ook wel. Maar vinden jullie dan bijvoorbeeld zelf ook niet lastig dat je iets gaat achterlaten straks? Waarmee je bouwt gewoon, het is je kind, dus je bouwt dan maar je band. Ja, dat is het dus ook. Ja, ja daarom. Dat je bang bent dat ze wel goed, goed terechtkomen, ze sowieso denk. Maar toch, je hebt niks meer in de hand straks. Want je bent er misschien straks niet meer. Ja. Er zit gewoon, we hadden het net over Tim die vroeg van heb je erover nagedacht of heb je met anderen over gepraat, heb je er goed over nagedacht? En ja, ik heb er heel goed over nagedacht, maar zo'n fragment dan ik heb geen twijfel, maar als er enig twijfel is van dat snap ik. Ik heb geen twijfel dat we dat Lef is geboren, absoluut niet, dat we die beslissing hebben genomen om een kind te nemen, bedoel ik, maar toch, dit raakt me wel, dus wel. Ja, dat begrijp ik. Hoe is het voor jou om dat weer terug te horen? Want je hoort, Je hoort in één keer weer je moeders stem terug. Dus dat is best wel ook een beetje confronterend inderdaad. Maar ergens vind ik het ook wel weer heel mooi om haar weer te horen. Ja. Want het is, ik moet heel eerlijk zeggen, niet zo heel vaak die filmpjes terug. Van Over Mijn Lijk. Ja, van seizoen 6. Niet zo heel vaak eigenlijk. Misschien echt als ik me een beetje... Of ik heb een klote dag gehad dat ik
dan denk van, nou, ik ga even terugkijken. Want het geeft je ook een bepaalde boost of zo. Want mijn moeder was echt gewoon mijn beste vriendin. Niet alleen mijn moeder, maar gewoon echt, we deden alles samen. Mm. Echt, dat was echt. Dus ja, het geeft je ook wel een boost als je zo'n filmpje terugkijkt. Maar ik kijk het niet altijd terug. En dan om dit weer te horen is, ja. Dus ik zei net, dat is kippenvel. Ja. Dus, en ook om jezelf zo terug te horen. Dat ik op zo'n leeftijd al, toen was ik 12. Op zo'n manier daarnaar kijk, ja, dat vind ik toch best wel, ja, ik weet het niet. Toch best wel trots op jezelf, om zo maar te zeggen. Kan jij iets vertellen vanuit het perspectief van een jong iemand, hoe het is om je ouder te verliezen? Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is het ergste wat je maar mee kan maken. Toen mijn moeder nog niet ziek was, ging het ook soms door je over. Wat nou als een van je ouders er niet meer zou zijn? Ja, toen werd het werkelijkheid. Ja, dat is gewoon het verschrikkelijkste wat je maar kan bedenken. Dat zit heel diep. Dat zit echt heel diep. Dat is eigenlijk bijna niet te beschrijven. Weet je wat ik me veel afvraag? Dat is natuurlijk ook een beetje waar wij het net over hadden. Wanneer ga je nou tegen je kind iets vertellen? Want iedereen doet dat anders, zie ik vanuit mijn rol bij Over Mijn Lijk ook. Ja. Dus ik zag bijvoorbeeld bij Jeffrey afgelopen seizoen. Die ging naar het ziekenhuis. Gewoon met Merel aan de hand, rugtasje. Maar die ging mee naar het ziekenhuis, weet je wel. Jij hebt het ook allemaal meegemaakt, natuurlijk. Ja. Je moeder die ziek werd. En ik kreeg de indruk dat zij jou ook alles vertelde. Ja, dat denk ik. Ja, niet alles denk ik, maar wel heel veel. Wel veel, ja. Ja, precies. In hoeverre wil je als kind van een ouder die gaat sterven alles weten, de details? Nou, ik denk niet dat ik echt alles geweten heb in detail. Dat denk ik, want mijn moeder die wilde me toch soort van nog wel beschermen. Ja, waar tegen? Ja, maar mijn moeder die kon zeg maar heel goed verwoorden in een soort van goede manier. Van, ik ben er straks, wat ik je net ook hoorde, ik ben er straks niet meer. Of als ik toen ik zei, ga je dood? Zegt ze, ja, dat kan. Dan zegt ze niet ja. Mm. Weet je, dus mijn moeder kon dat op zich nog wel op een hele goede manier overbrengen naar iemand die 14 is. Ja. Niet op zo'n hele erge manier, zeg maar. En we hadden het er eigenlijk ook bijna nooit over. Van, ja, ik ben 14, ik ga buitenspelen met vriendjes, dat soort dingen, weet je wel. Dus ja, ik denk dat ik niet echt alles heb geweten in detail. Dat nee. Denk ik hoor. Vind je dat fijn? Ergens wel. Dat denk ik wel. Want ja, ze hebben me toch in bescherming genomen. Ja. Ja, ik zit even te kijken. Kijk even naar de overkant. Ik vind het gewoon mooi. Precies. Maar dit is een beetje ook hoe ik net te proberen uit te leggen. Ja. Met hoe wij dat met Scott gaan doen. Ja. Of willen gaan doen, zeg maar. Gewoon. Ja. We nemen hem mee en ja, we vertellen alles wel, maar ik denk juist, ja, we weten niet precies hoe het allemaal gaat lopen. En inderdaad, je probeert, weet niet welke leeftijd, je probeert gewoon op dat moment gewoon te kijken van oké, wat is nou heel belangrijk en wat wil je dan meegeven? En waar we ook daarvoor al over hebben gehad, kijk, we weten gewoon dat, stel dat ik er niet meer ben, dat hij gewoon echt op een hele goede plek terechtkomt. Ja, dat geeft dan wel een stukje rust. Alleen als ik dan net het fragmentje er hoor, ja, dat geeft me wel even een moment van, oh. Dat begrijp ik, ja. Shit, hé. Ja. Dit kan Scott straks ook zeggen. Ja. Ja, en dat is dan wel even heel heftig om dat even te horen. Jij hebt je moeder natuurlijk ook gezond gekend. Ja, ja. Gezond zeg ik even tussen aanhalingstekens natuurlijk. Ik wil niet jullie staten niet doen, maar... Jullie kunnen eigenlijk heel langzaam dat erin gaan masseren. Ja, ja, om het even stom te zeggen. Ja, hij gaat al sinds hij geboren is, gaat hij al meer naar het ziekenhuis. Snap je? Dus, dat is wel een groot verschil. Hij weet niet beter. Hij weet niet beter dan dat ik ziek ben. Ja. En ik denk dat het verdriet zou nooit minder worden daardoor. Nee. Absoluut niet. Maar ik denk dat het stukje begrijpen en inderdaad het stukje... Ja. Je weet dat er een aanloop is naar iets anders. Ja, dat wel wat sneller begrepen gaat worden. Ja. Want hoe oud is je zoontje? Die wordt in april, wordt die 3. Ja. Dus ja, het is nu nog niet het moment om het te snappen. Nee, maar wanneer is dat moment wel, zit ik ook altijd te twijfelen. Want hoe was dat voor jou dan? Want vanaf welke leeftijd was jouw moeder ziek? Volgens mij was ik een jaartje of 10, 11, zoiets, denk ik. Toen volledig, kan je dat herinneren? Nee. Maar mijn ouders deden op dat moment er ook een beetje heel nuchter over. Ja, ja. Dus ik had eigenlijk toen al meteen een gevoel van, oh, dit komt goed. Oh, ja. Weet je wel? Ja. Dus ik denk dat het ook, qua leeftijd denk ik dat je dat ook gewoon... Ik ben sowieso iets niet van tijden en dat soort dingen. Ik bedoel, als een asno zegt van...
zoveel jaar of zoveel jaar, dat luister ik al niet eens meer naar, omdat het al een aantal keer gefout is gegaan met mij natuurlijk. Dus daar denk ik ook met Scott dan zometeen. Ja, weet je, ja, daar is gewoon geen leeftijd voor om te zeggen van oké, bij deze grens moet ik het nu echt gaan vertellen. Was er maar een helder handboek hè, voor deze situaties. Ja, ik denk dat het gewoon gaat lopen zoals het loopt. Ja. Vooral kind laten. Ja. Is er bij jou een soort nieuwe moederfiguur in jouw leven gekomen nog? In jouw puberteit of misschien voor je zus? Nee. Ja, eigenlijk mijn omaatje eigenlijk. Ja. Mijn oma, dat is de moeder van mijn moeder. Ja. Dat is nu eigenlijk een beetje mijn moeder. Ja. Ja, ja dat wel. Ja. Het is alleen maar mooi. Ja, is dat... Ja, want ook mijn oma die lijkt te spreken tot mijn moeder ook net zo knettergek. Ook lekker jong ook nog. Mijn oma is, hoe oud is ze? 58 denk ik of zo. Je oma is 58? Ja, mijn oma is 58. Ja, dat is jonger dan mijn ouders. Ja, dat is bizar hè. Ja, maar mijn moeder was heel jong toen ze mij kreeg. Die was 16. Dus ik heb nog een lekkere jonge oma. Oh, dus je hebt wel dan nog... Ga je de stad nog mee in? Ja, die gaat gewoon mee. Ja, hoor. Lekker, hoor. Om mijn rug. Ja. Maar dat is dus overgroot, oma. Van mijn dochter. Van jouw dochter, ja. Ja. En jij bent ook niet zo oud vader geworden. Nee, ik was 18. Nee. Ik zweer het. En ik werd in het ziekenhuis, werd ik 19. Dan moet je ook vragen aan je zoon. Dus kan je heel vroeg gaan kinderen beginnen. Ja. Kan papa nog opa worden? Ja, nee, maar het was niet helemaal de bedoeling, hoor, moet ik zeggen. Hé, wat is het, is misschien een beetje een gekke vraag om in die termen, maar het fijnste wat je moeder deed in de periode dat jullie wisten dat zij ging overleden, waar heb je echt iets aan gehad? Misschien is het bijna niet een tip, maar misschien iets van als je nou deze twee mannen tegenover je hebt, wat zou je dan zeggen? Joh, nou ja, wat ik vooral, wat me nog heel erg bijblijft, is gewoon eigenlijk gewoon dat... Echt het elke dag genieten en samen zijn. Dat was echt voor mij het belangrijkste. Ja. Voor ons allemaal. Alleen maar leuke dingen doen. Gewoon lekker genieten. Dat is gewoon leuk. Geen negativiteit. Gewoon lekker, alleen maar positief. Ja. Alleen maar positiviteit. Ik heb de tekst ook hier. Don't wait for the perfect moment. Take the moment and make it perfect. Dat is wat mijn moeder altijd zei. Ja. Dus ja, dat is ook gewoon zo. Gewoon pak het aan en alleen maar positief. Gewoon lekker leuke dingen doen. Genieten samen. Zolang het nog kan. En ja. Daarom eigenlijk ook wat jij net ook zei, op beide zijden. Misschien in zekere zin een soort van blessing deze ziekte. Want je geniet nu ook veel meer. Je geniet dubbel, drie keer zo hard. Je bent veel meer bij je kind. Ja, je geniet echt 10 keer zo hard. Wat vind je ervan dat we het hebben gedaan? Ja, het is, weet je wat het is? Het is als jullie dat zo'n... een van de laatste wensen zijn. Ja, wie ben ik om dat daar wat van te vinden? Ik vond het alleen heel knap. En respect dat je het doet. Omdat je natuurlijk, je laat iets achter. Wat ik net al zei. Je bouwt ook een band op met zo'n kleine. Dus ja, dat lijkt me heel lastig voor jullie. Dat jullie het op een gegeven moment gewoon, ja, achter moeten laten. Dat lijkt me vooral lastig. Ja. Dat lijkt me echt, vooral, echt lastig. Ja, dat zou ik me zelf nu niet kunnen voorstellen. Nee. Dus dat vind ik eigenlijk vooral heel knap. En heel veel respect voor jullie. Zeker weten. Ik heb nog wat vragen van luisteraars en kijkers. Ik dacht, ze zitten wel boeiende dingen terug. Ik heb net al een beetje voorgesteerd bij jou. Maar Jegor Roy, hoop je, dat vraagt Janine, dat als je er niet meer bent, je kind een nieuw vaderfiguur krijgt. Dus aanhalingstekens. Denk je daar wel eens over? Ik, of ik daarover nadenk? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ik heb wel eens momenten dat ik, als ik me even niet goed voel en ik denk van ja, zou het dan echt fout gaan, weet je wel? Ja. Hoe zie ik het dan voor me? Ik heb al vanaf dag 1 al gezegd van ja, weet je, überhaupt al voordat we een kind kregen, maar nu we het over kinderen hebben natuurlijk. Tuurlijk, Aniek moet gewoon doorgaan met leven. Tuurlijk, ze mag gaan rouwen en alles, maar ik wil wel gewoon hebben dat ze weer doorgaat. Ja. En mocht ze een andere man vinden, ja, weet je, wie houdt haar tegen? Ja. Weet je wel? En hoe mooi is het dat Scott wat van mij heeft. En hij heeft natuurlijk nu het beeldmateriaal en dat soort dingen. En nu zoals een podcast opnemen. Maar ik laat ook heel veel dingen achter. Maar daarnaast, hoe mooi is het dat daarna ook gewoon iemand is die een nieuwe vaderfiguur voor hem is. Ja. Weet je, Roy, wat ben je daar al ver in? Ja, maar dat komt met de jaren, denk ik. Wij hebben elkaar natuurlijk, met de opnames hebben we elkaar, dat is om naar mij nu al 3 jaar geleden. Ja. 3-4 jaar geleden. Ja, weet je, en Scotty wordt al 3. Ja. Dus je hebt daar ook 3 jaar over na kunnen denken. Ik heb daar al 3 jaar over na kunnen denken. Dus ja, je staat nu ook heel anders in het leven.
Ja, begrijp ik. Ja. Maar vind je dat niet lastig? Dat die straks misschien een andere vaderfiguur zou hebben? Dat zou mij wel heel lastig lijken, ja, denk ik. Dat zou ik toch, ja, ik weet niet. Ja, tuurlijk is het lastig. Het is en blijft altijd lastig. Maar aan de andere kant, ik vind het juist misschien ook wel heel mooi. Ja. En waarom vind ik dat mooi? Omdat wij wel voor een kindje hebben gekozen op het moment dat ik ziek ben. Ja. Dus je weet dat je niet altijd bij hem zult blijven. En je weet überhaupt niet wanneer je dood gaat. Kijk, ik hoop nog dat ik de 30, 40 jaar loop. Ja. Je weet het nooit. Maar het kan ook snel fout gaan. Ja, goed. En hoe mooi. Ja, ik vind het alleen maar mooi dat er. En misschien komt het ook nooit, hè? Je weet het niet. En ja, misschien heeft hij inderdaad ook genoeg aan zijn opa's. Ja, dat weet je niet. Nee. Ja. Zie jou een beetje peinzen, Jegor? Ja, nee. Over het algemeen, ik heb hetzelfde als jou. En ik wil dat Daisy gewoon doorgaat met leven. Maar toch, ja, ergens zit inderdaad dat punt van. Ja. Maar goed, inderdaad een vaderfiguur. Maar dat kan misschien wel een hele goede man zijn, inderdaad. Die inderdaad als vaderfiguur. Maar ik hoop wel gewoon dat Daisy, en dat heeft ze ook gezegd, maar dat ze wel op mijn verjaardagen, op belangrijke momenten, op Vaderdag, dat er wel echt, dat ik, ja, dat klinkt heel asociaal, maar dat ik word herinnerd. Ja, dat is niet asociaal. Als de echte vader. Dat doen wij ook nog steeds met mijn moeder ook. Ja, hoor. Doe jij dat ook bij je moeder nog steeds? Ja. Daar wilde ik net naar vragen. Ja, ja, die had ook een wens. Altijd op de verjaardag, de sterfdatum, moederdag. Gaan we altijd naar het graf met z'n allen. Ja, precies. En laten we witte blonden los. Dat wilde zij. En dan gaan we daarna met het hele familie lekker uit eten. Ja, even gewoon leuk. Ja, gewoon leuk. Met die, juist, ja. En daarna gewoon door, zeg maar. Ja. Dus ik zou ook al willen dat ze doorgaan. Maar ja. Ja, dan snap ik wat je bedoelt. Ja, en snap ik helemaal. Ja. Herinnerd worden. Daar gaat het worden, ja. Dat is ook een van de redenen natuurlijk dat ik heb meegedaan over mijn lijk. Ja. Absoluut, ook. Ja. Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Ja. Nou, zeg het eens. Hoe willen jullie herinnerd worden? Ja, alleen maar positieve dingen mag ik hopen. En dan noem eens iets. Geen idee, joh. Ik hoop gewoon dat hij gewoon heel trots is op mij. En dat hij gewoon heel erg blij is dat ik altijd met hem ben geweest. Of altijd ben met, nou, nu moet ik zeggen met hem ben. Maar ik hoop dat hij echt herinnert dat wij samen één. Dat is het een beetje. Gewoon altijd iemand, een vaderfiguur voor hem, naast hem, die alles voor hem doet en hem ergens in ondersteunt en dat soort dingen. Ja, gewoon echt gewoon een rots in de branding. Beetje het trotse gevoel. Dat hoop ik echt. Jegor? Natuurlijk liefdevolle vader, maar voornamelijk denk ik krachtige vader. Ja. Ik hoop dat hij die krachten over kan nemen, die liefde kan overnemen, zijn moeder kan verdedigen als het nodig is, voor zijn moeder kan zijn en altijd, net zoals met jou in leven, uiteindelijk kutdingen kan meemaken, want die horen bij het leven helaas. Ja. En ook die vader overlijdt en ziektes en whatever, dat hij gewoon door kan gaan. Dus ik hoop echt dat ik word herinnerd dus als iemand die toch uit een situatie iets moois kan maken. Ja. En ik hoop dus dat hij dat zelf ook doet. Mag ik jullie danken voor je komst, Roy, Jegor en Lennart. Ik vond het fijn, fijn met z'n allen even aan tafel te zitten. Hetzelfde, een bijzonder moment. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan praat ik met Tibby en Trudy. Hun partners, Jeffrey en Patrick natuurlijk, zijn overleden. Hoe ga je nou de laatste fase in met elkaar? En vooral, hoe ga je verder zonder je grote liefde? Daar gaan we het volgende week over hebben. Dus dank voor het luisteren deze week en tot dan.